Lans die is afgebroken al ondertussen. En ja, volgens mij is de grond nu bouwrijp voor de bouw van ja, de woonunits van de deelnemers. Ja. Van Omhaid, samen zorgen voor elkaar, waarin je dus ja, gebruik maakt van elkaars kwaliteiten om elkaar te ondersteunen op de gebieden waar je dus ja, ondersteuning nodig hebt. We hebben mensen met een psychiatrische achtergrond, maar we hebben ook mensen gehad met een somatische achtergrond. We hebben mensen gehad uit de verslavingsproblematiek en wij kijken altijd liever van ja, past iemand in zo'n groep, dan wat is nou jouw probleem of jouw achtergrond? Wij hebben dat allemaal zelf gedaan, we runnen dat zelf. Dat is van het begin af aan al zo. Daar waar nodig hebben we expertise ingeschakeld. Dat is heel uiteenlopende expertise geweest op allerlei gebieden. Dus, maar wij hebben altijd de regie in eigen handen gehouden. Ik weet het niet hoor, van die financiën. Het is gewoon eigenlijk... We kijken eigenlijk naar wat mensen bezielt en wat hun talenten is en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. En door hun dat, die kans te geven, die kans krijg ik ook, dan krijgen mensen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat is deze. Dan ga je naar inloggen betalen. En ik ben er in 2007 erbij gekomen en toen was ik nog in de nazorg bij ARTA. Na een antroposofische therapie tegen verslaving. Bij ARTA al liet ik aan mijn begeleiders weten dat ik zo'n droompje had. Dat ik ergens een boerderij zou willen hebben met meer mensen met zo'n levenservaring. En dat we elkaar konden ondersteunen en wat te doen hadden. Dat je een groep had waar je bij hoorde. Ik ben ja, eigenlijk best lang verslaafd geweest vanaf mijn vroege puberteit. Ik heb ook heel veel therapie gedaan. Heel veel verschillende vormen therapie. En het is vaak dan een periode wel goed gegaan. Dan kon ik ook studeren en zo, maar en op een of andere manier had ik toch niet een veilig levensstijl ontdekt om de valkuilen te vermijden, waardoor ik weer in opname moest ten einde raad. Bij Omahaai heb ik een systeem gevonden van leven en werken met anderen die ook in hetzelfde bootje zitten, die mij continu alert houden. En ook tevreden. Ik kan tevreden zijn met wat ik bereik en dat draagt ook heel goed bij. We hebben een heel aantal dagbestedingsprojecten. Het loopt van het sportproject, een project op de manege en werken met paarden. We hebben een wandelclub. Bij ons is het kantoor is ook een dagbestedingsproject. Bij ons is het, zeker voor de bewoners in ieder geval, is het zelfs het hebben van een dagbesteding is een verplichting. Wij vinden gewoon dat je iets moet doen. En het is natuurlijk ook leuk om iets te doen en dan het resultaat te zien. En het is leuk om verantwoordelijkheden te hebben. Dat hoort een beetje bij het mens zijn. Ik woon zelfstandig. Ik doe mee aan de activiteiten zoals het kookclubje, paardrijden. Paardrijden, dat brengt mij gewoon heel veel aan ontspanning. En ja, dat levert mij zeg maar zo'n danige energie op dat ik weer positief vooruit kan, zeg maar. Minder beter aan, hè? Onderbeen wat stiller houden. Soms
Als het wat aan de motivatie schort, dan heb je aan hoe hij een beetje de steun, trek je elkaar op om gewoon ja, toch je ding gewoon te doen en zo, ja. Dus we bellen even van, joh, je komt toch wel en dan heb je misschien een keer geen zin en dan kom je gewoon toch. En dan, ja, vooral met paardrijden ook al heb ik geen zin, zeg maar. Als ik van, na een uur paardrijden van zo'n paard afstap, dat is gewoon geweldig, dan voel ik me gewoon herboren, gewoon, ja. Ja. Nee, is gewoon aan het wonen. Ja, maar ik heb gevraagd of hun nog daar zin in hadden om even ja. Op de film te zijn. Maar ik heb dat. Nu, sinds kort hebben we een derde huis. Dat is dus een derde erbij eigenlijk aan uitbreiding van de capaciteit. Dus ja, je ziet toch wel dat, het, ja, dat er heel erg veel behoefte is bij mensen om. Toch ondersteuning te krijgen zonder dat ze het gevoel hebben van joh, ik kom echt vragen van bij een instelling aan professionals van help mij. Dat, die stap is vaak voor mensen heel erg groot, soms heel vaak ook helemaal niet nodig. En voor dat soort mensen biedt om mij een hartstikke goede alternatief. Kijk jij wel eens naar Jody? Of reacties komen. Ik hoop dat andere mensen er naar kijken. Ik kijk er niet naar. Ja, maar hij is geplaatst en dat is allemaal af. Ja, we hadden het alleen nog over. Ik heb 10 jaar geleden een opname gehad. En daar heb ik vrij lang over gedaan in de nazorg. Om weer geloof in mezelf te hebben in het leven. Maar goed, ik ben al 10 jaar verder. En heb intussen gewoon normaal geleefd. En zonder enige terugval in drugs of alcohol of wat dan ook. Totdat ik zelf in de crisis kwam. Vanwege een relatie van mij die nogal heftig was en kwam mijn ouderproblematiek naar boven. Waar je toch de sticker borderline op kan, dat heeft met grenzen te maken naar de ander, maar ook dat je er zelf overheen gaat. Dus ik raakte een paar keer flink in paniek en vroeger zou het opname zijn geworden. En nu heb ik naar Oma Hai gebeld van jongens, ik trek het even niet in mijn situatie, kan ik even bij jullie komen? En toen heb ik gebruik gemaakt van dit crisiskamertje, 2 of 3 keer. Niks hoeven uit te leggen en zelf emotioneel tot rust te komen. Wat voor mij genoeg was toen om het weer terug te gaan naar mijn eigen leven, om, zonder opname. Niet letterlijk. Ja, dus we gaan het proberen nog even de fleuten te gaan. Ik denk dat zo'n plek als Oma Hai met een beetje familieachtige sfeer en een beetje... Ons kent ons of niets is gek als je maar aan de regels houdt, als je maar normaal leeft. En ik heb een zelfstandig leven verder. Dat je je daarbinnen veilig kan voelen om te zijn wie je bent, gewoon. Mag ik hem voeren? Ja, doe het maar hierin. Mag ik ook wat voeren in mijn handen? Ik ben begonnen met gebruik van drugs op mijn 14e en dat heeft eigenlijk tot mijn 26e doorgeduurd. Moet ik een bankje voor? Daarna, zoals veel van mijn mede-ex-verslaafden zeg maar, heb ik me helemaal volledig gestort in het proberen en creëren van een normaal burgerlijk huisje, boompje, beestje leven. Ja, daar ben ik eigenlijk ook verschrikkelijk mee op mijn bek gegaan, als ik het zo mag zeggen. Dat, ik wou alles inhalen, ik ging als een gek werken, de detailhandel ingedoken, daar ben ik manager geworden. Ik had daar verantwoording over een heel aantal afdelingen, maar ook daar weer, ja, ik kon ook helemaal geen binding maken met die mensen daar. Dus ja, op een gegeven moment is dat ook helemaal spaak gelopen. Ik ben toen echt met een burn-out eigenlijk... thuis terechtgekomen. Is het met team? Nee, hoeft niet. Dus ik ben meer een beetje een type van die juist weer een beetje moet worden afgeremd in zijn activiteiten. En uit moet kijken dat ik niet monomaan word. En alleen maar met Oma Hai bezig ben. Dus, maar ja, daar ondersteunt die groep mij ook weer in. Hè. Die zeggen dan van, je moet een beetje rustig aan doen. Je moet het maar eventjes niet de hele tijd over Oma Hai praten. In je vrije tijd of zo. Dus, dan word ik wel eens op aangesproken. En dat vind ik heel erg prettig. Ja. Mijn hart ligt aan het
helpen ontwikkelen van modellen van werkwoongemeenschappen. En ook de juridische kant daarvan ontwikkelen. Maar tegelijk ben ik iemand die heel veel behoefte heb aan natuur. Met af en toe met mijn handen in de aarde wroeten en een zaadje in de grond steken en zo. Daar heb ik nodig om in evenwicht te blijven naast al dat kantoorwerk. En dat is er allemaal bij Vleuten. En misschien ook een directiestatuut opsturen. Je kunt er ook met veel mensen wonen. Dus dat ze toch een eigen stekje hebben. Een eenpersoonsunit van 45 vierkante meter. En dat je daarnaast ook werk kan genereren in de moestuin, de boomgaard en het atelier, in de multifunctionele ruimte en het restaurant dat er komt. Dus het biedt een heleboel mogelijkheden om ook aan de slag te gaan voor mensen en uit te vinden waar hun hart ligt. Dat dat goedkoper is dan die spaar. Zelfs vind ik het frappant dat ik haast 7 jaar intramurale therapie heb gehad. Eigenlijk ben ik een heel duur mannetje voor de staat. En ik denk dat ik ze allemaal nodig heb gehad. Dat ik mezelf ook een schop onder de kont moest geven. En ik gun het niemand. Ik denk dat het veel efficiënter kan dan zoveel opnames. Dat een setting als Umahai of zo'n woonwerkgroep waar je erkent dat je een bepaalde problematiek hebt of erkent dat je een psychische handicap hebt, maar ook waardevol bent voor een groep, dat binnen zo'n verband de kans op herhaalde opnames veel minder is.